Nou, daar zijn we dan. Goed, ik ga een uitleg geven in het Nederlands deze keer over de Freddy Krueger boilerruimte. Oftewel de kelder van Elm Street nummer 1428. Gebaseerd op de allereerste film uit 1984. En ik zal nog iets meer laten zien. Het begon allemaal met het idee dat ik deze Bob ergens naar huis nog had zwerven. Nee hoor, die stond netjes in een stolpje. En die is echt uit de allereerste film uit 1984. Dat zie je vooral aan hoe zijn gezicht eruit ziet. Per film verschilde dat wel, maar het uiterlijk waar Freddy het meest bekend mee geworden is, is er eigenlijk vanaf deel 2, het ontwerp van Kevin Yeager. En in de allereerste film zag hij er nog drastisch anders uit. Maar je ziet het vooral aan de trui. In het allereerste deel zijn namelijk de mouwen niet voorzien van de groene strepen. En de volgende delen altijd wel. En dit is wat je noemt een Necker vintage pop. Vintage in de zin dat het is een echt oud ontwerp. De latere nieuwe ontwerpen hebben niet echte kleding. Dit is echt textiel, die broek en die trui. Later ontwerpen was het gewoon gegoten plastic, zeg maar. Ik ga maar even opzij zetten, dan zie je wat meer van de boilerruimte die we eromheen aan het bouwen zijn. Ik spreek wel in de wijvorm, maar ik heb het allemaal zelf bedacht en gedaan. Het begon eigenlijk omdat ik iemand anders op YouTube uit Amerika een DIY zag doen over een diorama rondom Freddy Krueger. En die had bij NECA die boiler gekocht, die je hier ook ziet. Maar ik vond hem veel te duur. En ik had zoiets van, dat kan ik ook prima zelf maken. Ik zag trouwens ook foto's van datzelfde NECA vintage poppetje bij NECA boiler. En de verhoudingen klopten gewoon niet. Bij die latere poppen waarover ik het net ook had, klopten die verhoudingen beter. Maar als je deze van NECA zou kopen en bij diezelfde pop zou zetten die ik je net liet zien, dan zijn die verhoudingen weg. Die boiler is dan veel te klein. Dus ik wilde hem maken en dan heb ik nog een stuk groter ook. Ik ben gaan meten met een lineaal, bepaald hoe groot dat die moest worden. Een template gemaakt voor de voorkant, achterkant, zijkanten, op papier uitgetekend. Overgetekend op karton, uitgesneden en in elkaar gelijmd. Al die kleine opnageltjes, dat zijn allemaal van die allerkleinste wiebeloogjes. Eén voor één. Ik had sowieso uitgetekend eerst, uitgemeten om de centimeter waar ze moesten komen. Eén voor één erop geplakt met secondenlijm. En uiteindelijk natuurlijk meegespoten in de kleuren. Dit halfronde uitstekende deel is simpelweg van een A4'tje foam. Oranje toevallig. En later met het spuiten kwam er nog een beetje oranje doorheen. Dat zie je misschien niet zo goed op de camera. Maar ik heb dat bewust zo gelaten omdat het ook een beetje een roesteffect had. Dat vond ik wel leuk. Goed, ik heb hier zo'n ding, zo'n laser dingetje om dingen aan te wijzen. Die tralies zijn simpelweg cocktailprikketjes. De achterkant erop gelijmd met het lijmpistool. De scharnieren, daar, zijn twee stukjes karton. En de scharnieren zelf, dat uitstekende cilindervormige deel, heb ik simpelweg van een penseelstokje gehaald. Ik heb de scène teruggekeken in deel 1. En daarin viel mij op dat er een verschil was tussen de Necker-versie en hoe het in de film eruit zag. Namelijk dat hij eigenlijk op een plateautje staat. Dus ik heb van zo'n rubber foam vloerdeel van de action een verhoging gemaakt. Vervolgens natuurlijk dat buizensysteem eromheen. Die dunnere gedeeltes. Dit. Dus allemaal van het aluminiumroede. Ik had nog steeds wat over van die huisbanaan. Dus dat allemaal de juiste maat afgeknipt met een tang en in de juiste vorm gebogen met een tang. Dit is van dat dikkere buis wat je veel in de bouw tegenkomt. En
Nou ja, die vond ik ook nog. Dus in dat opzicht heb dit hele ding op mij eigenlijk geen geld gekost. Op dat wieltje na, dat rode wieltje hier, maar daar kom ik zo meteen op. Voordat ik dit allemaal in elkaar lijmde, heb ik de binnenkant voorzien van aluminium tape. Waarom? Ik wist namelijk dat er zo'n nep LED vaccinekaarsje in zou komen. En voor meer reflectie, meer het effect van vuur, had ik natuurlijk een spiegelend effect nodig. Dus dat heb ik gedaan. En met die aluminium tape. Omdat ik er altijd bij wil kunnen voor dat vaccinelichtje waar ik het net over had. Met zo'n ledlampje erin. Zit deze los. Die verhoging zit vastgelijmd. Ik kan hem zo optillen. En dan zie je dus wat meer ook van hoe die is. Als ik die even weghalen. Dan zie je dus. Wat ik bedoel met het nep LED kaarsje. Ik zal hem even aanzetten. Terugzetten. En ik vergeet bijna de onderkant te laten zien van deze. Kijk. Met een wc-rolletje een stukje afgeknipt ervan. En uitgetekend op de bodem, maar uitgeknipt en erop gelijmd. Weet je wat dat betreft? Altijd een nette plek en vorm heb voor dat kaartje. Even op zijn plek weer zetten. En dan heb je dus dat kolen-effect. Vervolgens ben ik dus van diezelfde rubberen foam vloerdelen. Ik kan een heel pak liggen, dus ook weer geen kosten. Ben ik de omheining gaan maken, maar ik ga eerst nog even uitleggen hoe ik dit heb gemaakt, dat wieltje. Dat zijn eigenlijk voor de boiler de enige kosten die ik heb gehad. Ik heb bij de Big Bazaar een speelgoed tractorretje gekocht, daar het stuur uit gehaald en die hierin geboord en gelijmd. Dit doekje, zeg maar, ik zag ook bij de Necker-versie iets van een soort vaandoekje daaroverheen hangen, heb ik gerealiseerd van een stukje blauw vilt. Ik heb het uitgeknipt, ik ben eroverheen gaan schrapen met een hobbymes voor wat pluizige effecten. Hieromheen gedaan en de delen die dus eroverheen hangen, aan elkaar gelijmd met secondenlijm. Van vloerdelen de bodem en de muren gemaakt. Ik heb alle bakstenen erop uitgetekend met een hobbymes over die getekende bakstenen gegaan. Zodat half ingesneden, niet helemaal, want dan snij je de boel los van elkaar natuurlijk. Dat was niet de bedoeling. En vervolgens met een hittepistool eroverheen. Want alles wat je dan in hebt gesneden in dat foam gaat er net iets wijder nog uit elkaar staan. En met een schuurspons, met echt dat schuurgedeelte zeg maar, die rode verf erop getamponeerd zeg maar. En er was één baksteen sowieso die niet zo goed uit de verf kwam. Dat was deze hier. Ik had namelijk dat sneetje erboven iets te ver doorgesneden. Dus die baksteen die zag er niet goed uit. Toen heb ik met de dremel, met de schuurkopje, gewoon eigenlijk die baksteen beschadigd. Alsof het echt een beschadigde baksteen is. Nou, dat was de basis. Vervolgens ben ik van simpele rietjes ook nog twee buizen gaan maken. Dat is deze en ja, deze hierachter. Dat is zozelfde als deze, maar die staat zo gericht en die staat zo gericht. Alles met dezelfde spuitbussen gedaan, zodat het allemaal qua kleuren overeen zou komen. Ik vergeet eigenlijk het onderste deel van die muren uit te leggen. Dat is eigenlijk van dat foam wat ik zo heb gelaten, maar in heb gesmeerd met wood filler van de Action ook. En ja, nog steeds tot dan toe de enige kosten die ik had was 2 euro voor dat tractorretje van de Big Bazaar. De rest had ik alles nog steeds liggen. Dat wood filler erop gedaan. En ik vergeet eigenlijk te vertellen dat voordat ik die rode verf erop ging doen en voordat ik die wood filler erop ging doen, had ik alles helemaal zwart gespoten.
nieuwsfiller erop gedaan. En vervolgens ook nog met de grijze spuitbus die ik al voor die buis en alles ook had gebruikt eroverheen. Daardoor kreeg het al wat meer 3D-effect, maar ik ben ook eens met lichtgrijze verf drybrush effect eroverheen gaan doen. Dat gaf meer highlights, gaf meer effect, meer realistische kijk aan het geheel. En daar ben ik nog steeds erg blij mee in ieder geval. Vervolgens, wat ik dus die scène had terug zitten kijken in die film, toen zag ik dat het eigenlijk voor Marge en Nancy een soort ouderwets pleurinhok was, dat er dus van alles ligt. En ik meende in eerste instantie een pallet te zien. Dus ik had zoiets van, ik wilde er ook een pallet in. En die heb ik hier. Die heb ik gemaakt van ijsloliestokjes, als ook van houten roerstaafjes voor koffie, zeg maar, die je bij publieke automaten meestal vindt. Voornamelijk ijsloliestokjes gebruikt en die dikkere stukjes ertussen, die heb ik van knijpers afgehaald met de drainer. Net achter dat begin, achter dat knijpgedeelte, zitten wat dikkere gedeeltes en die heb ik er allemaal twee per knijper afgehaald. En dit is ook allemaal in elkaar gezet met secondenlijm. En hier en daar nog een likje van het lijmpistool. Dus dat is de pallet. Deze tafel, ook helemaal gemaakt van ijsloliestokjes. En die vervolgens ook gebeitst, zodat die weer een andere kleur zou hebben dan die pallet. Misschien vraag je je af hoe ik bijvoorbeeld dit schuine gedeelte een beetje brokkelig heb gemaakt. Hoe ik dat heb gedaan is tamelijk simpel. Deze vorm, zo gaandeweg, in eerste instantie sowieso al getekend op die muur, uitgesneden en de randen bewerkt met een schuurkopje en de dremel. En uiteindelijk de highlights, zeg maar, de lichtere gedeeltes meegenomen in dat drybrushje met lichtgrijs, wat ik hier ook op die muren met woordfiller heb gedaan. Goed, Freddy Krueger is strikt genomen een moordenaar van kinderen. Dat is niet echt een leuk woord natuurlijk, maar het is nu eenmaal wel zo. In die film dus, ik bedacht me dat Freddy in zijn kelder, in de latere films werd het zijn kelder genoemd, eigenlijk is dat niet zo natuurlijk, maar... Maar dat hij dus ook wat, misschien wel lokmiddelen had, of in ieder geval wat attributen, vandaar dat teddybeertje. Ik wist van begin af aan dat ik er een teddybeertje in wilde, maar het was nog niet zo makkelijk om er een te vinden. Ik had gezocht naar misschien eentje van Lego of een Playmobil, nou dat bleek allemaal niet zo makkelijk aan te komen te zijn. En de ene keer kreeg ik het idee om even bij de kringloopwinkel te gaan kijken. Dat heb ik gedaan. En dan had je nog van eind jaren 90 ongeveer, waren die beertjes nogal in de mode. In de vorm van fotolijstjes, maar ook van beeldjes. En ik vond eigenlijk een beer met een mand met daarin een wat kleine beertje. Maar aan zijn voet zat ook dit kleine beertje. En die heb ik er met de dremel afgehaald. Deze. En die zit hier nu met secondenlijm op vastgelijmd. Wat ik zei, er zat ook een mand bij en die heb ik er ook afgehaald. Tijdens het afhalen is die wat beschadigd. Dit is wat gaan rafelen. Maar voor deze sfeer is dat niet erg. Deze dwarse buizen. Die heb ik gemaakt van nog wat restantjes die ik had liggen. Ook nog van dat aluminium roede van die huisbanaan. Maar daaromheen zit eigenlijk van dat rubberen slang wat je voor aquariums gebruikt. Wat ik in het verleden heb gebruikt voor mijn bubble tube device van de Mad Scientist Lab. Met die borrelende flessen. Daar had ik nog heel veel van liggen. Dus ik heb die roede in zo'n slang gedaan. En dat in die kleur gespoten. Hier een afgebroken stukje aan beide kanten. Ik wist dat ik dat leuk vond en dat ik dat wilde. En ik had ook nog een tekort aan aluminium roede. Dus in dat opzicht... diende mijn idee de nood waar ik eigenlijk mee te maken kreeg. Dat eigenlijk.
Ik wist ook dat ik er een skateboard in wilde. Simpelweg vanwege hetzelfde idee als dat beertje. Maar ook nog eens een keer een knipoog naar deel 5. Waarin Freddy zelf op een skateboard staat. Ik vind de scène eigenlijk belachelijk. Meestal kijk ik weg als ik die film aan het kijken ben. Een stukje kom voorbij. Maar goed. In het geheel is het wel passend bij het idee van Nightmare on Elm Street. Dan vervolgens, je ziet ze al hier aan de zijkanten ook, die pijpen die de vloer ingaan en weer uitkomen. En de muur ingaan en uitkomen. Nou, ik had op zolder had ik nog een hele zak liggen van dit soort dingen. Die had ik destijds bij AliExpress een zakje besteld voor misschien €2,50. Vanwege de Proton Pack van Ghostbusters. En het schoot me ineens binnen dat ik die nog had liggen. Ik heb ze erbij gehaald. Met deze gedeeltes eraf gehaald. En ze gelijmd met secondenlijm. En ik heb er aan de rechterkant 3 gedaan. En aan de linkerkant vooraan 1. Nou, dit was het wel zo'n beetje. En ik ben nog lang niet klaar, denk ik. Want ik ben altijd wel aan het bedenken wat ik nog meer kan toevoegen. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Het is echt zo'n project waar ik gaandeweg nog ideeën bij op blijf doen. Maar ik wil in ieder geval hier op de muur nog een stukje hout in diezelfde kleur bijten. Hier ophangen en dan misschien wat krantartikelen er tegenaan. Over Freddy toen hij nog leefde, zeg maar. En dat is in ieder geval wat er nog gaat komen. Goed, ik wil bedanken voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag. En ga vooral dingen maken. Later!